Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ben jij een nieuwe kijker? Hoi, mijn naam is Denise Anna en superleuk dat je op deze video hebt geklikt. Vandaag gaan we iets super leuks doen. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik heb hier namelijk twee dozen staan. En dit zijn twee dozen van NumNum. Voor de mensen die het merk nog niet kennen, het is een Amerikaans speelgoedmerk. En ik mag lekker twee dozen gaan uitpakken en gaan uitproberen. Met de eerste doos kan je de Silly Shakes maken. En als je het niet kent, dan hoor ik je al denken, wat is een Silly Shake? Nou, daar komt hij. Het is zeg maar slijm. Nou, bij slijm heb je mij altijd. En met deze Silly Shake maker kan je dus je eigen slijm helemaal leuk creëren. Dus precies hoe jij het wil hebben. En als ik zo naar de Silly Shake maker kijk, dat ziet er toch ten eerste super schattig uit. En er zitten dus allemaal tools in waarmee je dus je slijm helemaal kan creëren. En daarnaast hebben we ook deze doos. Dit is de Shimmer Playset. En nou ja, allereerst kijk even hoe cute die is. Het is echt gewoon, ja, ik weet niet. Ik heb altijd echt een zwak voor roze. Nou, dat weet hij ondertussen wel. En gewoon voor hele schattige dingetjes. Nou, dat weten jullie ook al. Dus nou ja, toen ik deze zag, had ik ook echt weer zo'n oh my god momentje. Dat het gewoon super schattig is. Het is dus zeg maar een soort van een bol. Het lijkt een beetje op een, ja, op een cupcake. En in die bol kan je dus je eigen NumNum zetten. En die kan je dus dan in die bol helemaal gaan versieren met glitter. Ik ga vandaag beide pakketten uitpakken en precies laten zien hoe het werkt. En we gaan dus samen een mooie Silly Shake maken en een NumNum versieren. En mocht je aan het einde van de video nou zoiets hebben van oh my god, dit moet ik hebben, dan heb ik een mega leuke winactie. Ik mag namelijk een Silly Shaker weggeven en een Shimmer Kit. Maar daar vertel ik aan het einde van de video meer over. En ben jij een nieuwe kijker en zou je het leuk vinden om mij te blijven volgen? Vergeet dan zeker niet om eventjes op die abonneerknop te drukken en op de notificatiebel, want zo krijg je als allereerste melding als ik een nieuwe video online post. En niet te vergeten, daarbij hoor je ook bij de hashtag Denise Anna Squad. En als je net zoveel zin hebt in deze video als ik, doe nu alvast een duimpje omhoog. En ja, met dat gezegd hebbende, laten we maar gewoon snel beginnen met de video. Nou, ik ga eerst maar eventjes allebei de dozen helemaal uit de verpakking halen. Dus er komt nu eventjes een timelapse aan. Ja, hij is helemaal uitgepakt. En oh, dit is echt te cute. Oh, ik kan echt niet wachten om ermee te gaan spelen. Ja, ik zit nu eigenlijk ineens te denken. Zou ik nu gewoon deze meteen helemaal gaan uittesten? En als ik graag klaar ben, dat ik dan deze helemaal ga uitpakken en uittesten. Want ik kan gewoon niet wachten. Ja, we gaan het zo doen. Dan zet ik deze heel eventjes aan de kant. En dan pak ik hem er later weer even bij. Oké, nou, de Shimmer Playset. Nu kunnen jullie het wat beter zien, want hij is uit de verpakking. Je hebt hier dus zeg maar de NumNums. En ik heb hier dus een heel lijstje. Op dit lijstje staan zeg maar alle namen van de NumNums. En wacht, ik zal er eventjes een paar opnoemen. Je hebt bijvoorbeeld de Cherry Shimmer, de Wild Berry, de Peachy Shimmer, de Birthday Donut. Ze zijn echt zo schattig allemaal. Oh, ik wil ze allemaal gaan sparen nu. Even kijken. Ik heb de... Dit is een soort van een konijntje met paarse oren en een strikje. Even kijken. Oh, hier staat hij. Dit is de Berry Proof. En net toen ik hem openmaakte, toen kwam er al een beetje een zoete geur van. Dus ik ga nu heel even goed ruiken. Oh my god. Dit ruikt zo lekker. Het is een beetje... Ja, echt berry gewoon. Oh, super lekker. En deze dan? Ja, deze lijkt echt op een pudding. Met de roze bovenkant. Even kijken op het lijstje hoe deze heet. Oh, hier. De Henna Flanna. Oké, en nu is het de bedoeling dat ik één van deze twee NumNums in de Shimmer Maker ga zetten. En dan gaan we hem samen versieren. Oké, allereerst haal ik eventjes de deksel er vanaf. En nou, dan pak ik heel even deze eruit. Ja, dit is zeg maar ook een NumNum. Oké, en nou even kijken welke ik erop ga doen. Ik denk het konijntje. Dus dan moet ik hem hier opzetten. Zo. Nou, dat ging best makkelijk. Oké, zet die even een klein stukje opzij. Want nu gaan we hem insmeren met lijm. En even kijken. Dit schattige potje. Dit is ook weer een NumNum. Die is dus gevuld met lijm. Ik ga hem even opendraaien. En dan zit er dus een kwastje aan waarmee je hem kan ja, insmeren. Wat zullen we gaan versieren? Zou ik dan zeg maar zijn haar, of nou ja, hoe noem je dat, de bovenkant van de NumNum, zou ik die dan met lijm gaan besmeren? Of juist helemaal de onderkant, dat hij een glitter gezicht heeft? Dat is misschien ook wel grappig. Nee, we gaan gewoon zijn haar, in ieder geval de bovenkant van zijn hoofd, die ga ik nu met lijm insmeren. Oh, dit is super leuk om te doen. Chill, de lijm die stinkt ook helemaal niet. Normaal heb je toch met heel veel soorten lijm dat die echt heel erg stinkt en dat je er hoofdpijn van krijgt en zo. Maar dat is bij deze helemaal niet. Ik ruik echt helemaal niks gewoon.
En ik laat ze een strik, probeer ik dan wel, zeg maar, gewoon roze te laten, dus zonder de glitter. Oh, dit is ook zo rustgevend om te doen. Ik vind het echt heerlijk. Oké, hij zit helemaal onder de lijm. En nu pak ik, zeg maar, dit hele kleine tangetje. En hiermee ga ik hem dan weer terug in de bol doen. Zo. Ik hem even recht houden. En dan is het tijd om de glitters eroverheen te strooien. De glitters zitten in dit hele schattige kleine potje. Zijn jullie er klaar voor? Zo. Ik weet niet hoeveel. Een beetje zoiets. Oké, die weer eventjes dicht. Dan de deksel erop. En dan moet ik hem gaan draaien. Oké, 3, 2, 1. Oeh. Oké, wacht. Ik ga nog een klein beetje glitters toevoegen. Oh, hij is echt mooi. Zo. Oh my god. Hij is volgens mij af. Of nou ja, hij is nog niet helemaal af. Er staat in de beschrijving dat ik hem heel even 15 minuten moet laten drogen. Dus ik laat hem heel eventjes hierin staan. Maar kijk, ik kan hem wel een klein beetje kantelen. Dan kan je een beetje zien hoe de bovenkant eruit ziet. En dan ga ik hem over 15 minuten haal ik hem weer eruit. En in de tussentijd kunnen we eventjes de Silly Shaker gaan unboxen en helemaal gaan uitproberen. Zo. Wabba. En daar is die dan, de Silly Shaker. Ja, ik pak er eventjes mijn schaartje erbij en dan ga ik deze ook eventjes uitpakken. Oeh, kijk hoe leuk het eruit ziet. Oké, even verder uitpakken. Zo, ik heb hem helemaal uit de verpakking gehaald. En nu kunnen jullie hem ook wat beter bekijken. Al die kleine details zijn zo schattig. Hier bijvoorbeeld die kastjes hier zo. Dat hij van die hele kleine bestekjes heeft. En hier echt zo'n oventje met een la die je eruit kan schuiven. En heb je hier allemaal kleurstoffen en glitters. En hier de mixer waar straks het slijm in gaat en alles. En waarmee je dus je Silly Shake gaat maken en mixen. En ik heb echt mega veel zin om de Silly Shake te gaan maken. In de doos staat ook 3 van deze. Ja, een soort van milkshake bekertjes. En daarbij ook dit schattige dingetje. En deze ruikt zo zoet. Ik moet er wel bij zeggen dat je dit absoluut niet moet eten. Want het is gewoon super giftig. En ik zal het zeker ook niet proberen. En tot slot de slijm. En nou, dan gaan we lekker beginnen met het maken van een Silly Shake. Oké, om het nog leuker te maken ga ik een challenge doen. Ik heb hier namelijk allemaal enveloppen. En nou ja, op deze enveloppen staat kleur. En op deze staat glitter. En ik weet zelf niet welke kleuren en welke glitters er in de envelop zitten. Dus ik ga gewoon eentje trekken. Dus eentje van de kleur en eentje van de glitter. En zo komt de Silly Shake er uiteindelijk uit te zien. Echt super spannend. Er gewoon willekeurig eentje. Ik ga voor deze. En dat ga ik ook doen voor de glitters. Ik kies voor deze. Oh, ze willen allebei. Deze. Nou, nu ga ik deze openmaken. En dan zien we welke kleur de Silly Shake gaat worden. Oeh. Oké, er zit een kaartje in. En op dit kaartje staat 2 druppels roze. Even kijken, dus dat is deze. Zo. Daarvan gaan we dus 2 druppels toevoegen. En nu de glitter envelop. Welke kleur glitter gaat het worden? Oeh, zijn jullie er klaar voor? 1 keer hartjes. Oeh, leuk. Ik hoop er ook echt op. Dat is deze. En dit zijn allemaal hele schattige hartjes, glitters. Super toevallig dat ik precies de kleur roze kies. En de roze hartjes. Want zoals jullie weten is roze mijn lievelingskleur. Dus helemaal leuk. Oké, dan pak ik allereerst eventjes de beslagkom eruit. En hier gaan we dus de shake in maken. Oké, nu ga ik dus wat slijm in de beslagkom doen. Wauw, mooi slijm is dit. Zo. Ik denk dat dit zo even genoeg is. Of zal ik nog een heel klein beetje? Ja, oké. Nou, en dan gaan we een kleurtje toevoegen. Op het briefje stond 2 druppels roze. Dus dat gaan we toevoegen. Op het flesje van de kleurstof staat een aardbei. En even ruiken of die ook naar aardbei ruikt. Oh ja. Oh my god. Het ruikt zo lekker. Oké, dus 2 druppels roze. Oké, 1... 2. Oké. En 1 keer hartjes. Oeh, mooi.
Oh, deze zijn echt te leuk. En dan is het moment daar dat we het gaan mixen met de mixer. Zet ik die erin. Zo. En dan de mixer erin. Oeh. Oh, het wordt echt super mooi. Wauw. Ik denk dat ik hem zo goed genoeg heb gekneed. Dus ik ga de beslagkom eruit halen. Kijk even hoe mooi dit slijm is geworden. En ik wil het ook eventjes voelen. Oh, het voelt echt heel lekker. Oh. Wauw. Kijk hoe mooi het is. Oh my god. De structuur van deze slijm is zo goed. Wacht, even er helemaal uithalen. Oh my god, en het is ook echt fel roze. Ik heb echt maar 2 druppels toegevoegd en het is al gewoon zo fel. Oh. Ook zo doet, zie je zo die hartjes helemaal. Oh. Oké, en de volgende stap is om dit slijm in een van deze bakjes te doen. En om zo'n bakje eruit te halen moet ik hier zo draaien aan de schijf. Zo. En dan komen ze zeg maar hier achterin. Dus dan kan je ze zo hop pakken. Oké, dus nu zet ik deze weer terug hierin. En dan draai ik hem verder en die ander zet ik er ook in. Oh wacht, voordat we verder gaan kom ik erachter dat je dit laadje open kan doen. En dat je hier dus de tube zo in kan zetten en dan zo heel makkelijk het slijm erin doet. Zo. Nu is het moment daar dat we het slijm in deze milkshake beker gaan doen. Oké, ik haal nu eventjes het rietje eraf, zodat er hier een opening is waar het slijm doorheen kan gaan. Oké, en daar gaat hij. Zijn jullie er klaar voor? In 3, 2, 1. Oh ja, daar komt wat, daar komt wat. Zien jullie het? Oh. Ja, hij is bijna helemaal vol. Kijk nou, mijn eigen silly shake. En nu draai ik hem één verder. En dan stop ik ook nog eventjes dit slijm er ook bij. Oké. Hoppa. Oh, het is zo mooi. Kijk even van dichtbij. Het is echt geweldig. Oh my god. En kijk ook even hoe mooi die hartjes glitters, zeg maar, ja, glanzen. Oh, ik vind het zo gaaf geworden. Gewoon de enige echte Denise Anna Signature Silly Shake. Oeh, dat klinkt wel echt super vet. Ik wil er nog één maken. Zullen we het doen? Ja. Oké, en dan ga ik weer kiezen uit de enveloppen wat voor een glitter ik ga gebruiken. Ogen dicht. En welke zal ik doen? Deze. Wat staat erop? 2 keer sprinkles. En we gaan ook weer een kleurtje kiezen. Welke ga ik nemen? Even kijken. Deze. Oeh, wat staat erop? 1 druppel roze, 1 druppel blauw. We gaan mengen. Oh, leuk. Oké, oh yes. En dan gaan we weer. Oké, 2 keer sprinkles. Nou, daar gaat hij. Oeh, zo. En nu de kleurstof. Hoppa. Zo. Wow, hij is echt precies op dezelfde plek terechtgekomen. Wow. En dan gaat het goedje, de mixer in. En dan gaan we zien hoe dit slijm eruit komt te zien. Daar gaat hij. Ik zie voor nu nog heel veel witte glitter. Maar oh, 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 er komt nu een kleur. Het begint een beetje paars te worden. Ja. Wauw. Lijkt een beetje op Galaxy Slime. Wauw. Oh, het wordt nu licht paars. En wauw, er komt zo'n lekkere geur van. Oké, ik denk dat ik genoeg heb geroerd. Dus ik ga hem eruit halen. Oké, nu de slijm in het buisje doen. Kijk hoe mooi. Oh. Oh, dit is echt mooi. Wauw. Oké, dus dat ga ik nu hierin doen. Er kan nog wel een beetje bij.
Zo, nou, nu zit hij goed vol. Dan haal ik hem eruit. En dan stop ik hem hier achter weer in. En dan kunnen we hem weer in de shaker gaan persen. Kijk eventjes de Denise Anna Silly Shakes van dichtbij. Kijk even hoe mooi die kleuren zijn geworden. Oh, dit is ook echt super leuk om mee te spelen. Nou, zoals je misschien al merkt ben ik echt onwijs blij met mijn zelfgemaakte Silly Shakes. Ik vond het echt super leuk om te doen. Lijkt het jou nou leuk om zelf ook je eigen Silly Shake te maken? Dan heb ik hier beneden een link voor je waar je de Silly Shake kan kopen. En mocht je er nou een kopen, vergeet zeker niet om een foto ervan te maken en mij erin te taggen. Want ik ben echt super benieuwd naar jouw creatie. Nou, ondertussen is de lijm ook opgedroogd van deze Numnum. Dus ik ga hem eruit halen. Super mooi geworden. Kijk nou even hoe schattig die eruit ziet. Oh, dit is echt te schattig. Wil jij nou ook de Shimmer Shaker? Ik heb ook voor jou hieronder een link in de beschrijving. Maar goed, nu de winactie. Wil jij nou ook kans maken op de Silly Shaker of op de Shimmer Maker? Dat kan. En wat je hiervoor moet doen is gewoon weer super simpel. Allereerst wat je moet doen is abonneer op mijn YouTube kanaal. Als tweede druk even op de notificatiebel, zodat je een melding krijgt als ik een nieuwe video online post. En tot slot als derde, laat mij hier beneden in de comments weten met welke kleuren en met welke glitters en gewoon hoe jij je eigen Silly Shake zou creëren. Daar ben ik echt onwijs benieuwd naar. En de winnaar die maak ik volgende week zondag bekend in mijn Instagram story. En daarmee zijn we ook meteen aan het einde gekomen van de video. En vond je het nou een leuke video? Vergeet zeker niet om even een duimpje omhoog te geven. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!